In deze vergelijking gaan we twee telefoons met elkaar vergelijken die aardig van elkaar verschillen. Dan heb ik het over de HTC One M9, het vlaggenschip van HTC, en de iPhone 6, het vlaggenschip van Apple. Nou, deze telefoons ontlopen elkaar qua prijs niet bijzonder veel. De iPhone 6 kost tegenwoordig ongeveer €620 kun je voor krijgen en de One M9 kun je inmiddels voor €675 krijgen. Daarmee is de One M9 dus het nadeel, omdat hij dus iets duurder is. Telefoons verschillen aardig van elkaar qua ontwerp, qua besturingssysteem natuurlijk, qua camera's. Qua scherm. Dus het wordt een hele interessante vergelijking. Aan het eind van de vergelijking vertellen we je welke wij de betere van de twee vinden. Als we gaan kijken naar het ontwerp, zie je dat de telefoons behoorlijk van elkaar verschillen. Je hebt nog wel eens dat telefoons op elkaar lijken. Nou, dat is met deze twee telefoons niet van toepassing. De iPhone 6 heeft gewoon een heel vlak ontwerp. Het enige wat uitsteekt is de camera. Dat is een beetje jammer, maar goed, het is maar een heel klein beetje. Is natuurlijk wel een beetje een nadeel. Maar de telefoon ziet voor de rest heel mooi uit. Is lekker slank. Is bovendien lekker compact. Het komt natuurlijk vooral door het scherm, dat een formaat heeft van 4,7 inch. De telefoon is daardoor lekker handzaam. En dat zullen denk ik heel veel mensen fijn vinden, omdat telefoons steeds groter worden en sommige mensen die telefoons niet meer eens goed kunnen bedienen omdat ze zo gigantisch zijn. Nou, gaan we kijken naar de One M9. Ja, HTC One zijn hele mooie smartphones, maar de One M9 vind ik eigenlijk niet zo heel mooi als ik dat persoonlijk zeg. Ze hebben aan de zijkant wat aangepast. Dat was eerst echt een unibody. Nu ligt er een soort apart laagje op. En daar lijkt het een beetje op alsof de bovenkant op de onderkant drijft. Ik vind het niet een hele mooie toevoeging. Wat wel heel fijn is, dat de achterkant van de telefoon gebold is, waardoor die handzaam is. De telefoon is echt duidelijk groter dan de iPhone 6. Maar is alsnog redelijk goed handzaam. Maar moet ik een oordeel geven welke telefoon mooier is, dan vind ik de iPhone 6 toch net wat mooier, omdat die ook wel functioneler is, even iets compacter is en dunner. Telefoon is ook lekker licht, past makkelijker in je broekzak dan de One M9. En de One M9 is qua ontwerp, vind ik bijvoorbeeld, geen verbetering ten opzichte van de andere One-telefoons. Dus heeft HTC wat mij betreft niet goed gedaan. Dus de iPhone 6 doet het dat wat mij betreft qua ontwerp net iets beter. Als we gaan kijken naar het scherm, valt eerst op dat de twee telefoons qua specificaties van het scherm behoorlijk van elkaar verschillen. Allereerst formaat. De iPhone 6 heeft een formaat van 4,7 inch. De HTC One M9 heeft een formaat van 5 inch. Dan de resolutie. HTC doet het met een Full HD resolutie van 1920 bij 1080 pixels. En de iPhone doet het met een resolutie van 1334 bij 750 pixels. Dus een iets andere schermverhouding. Neemt niet weg dat helemaal niet hoeft uit te maken, ondanks de lagere schermresolutie. Wij zijn van mening dat de iPhone 6 een beter scherm heeft en het verschil zit hem vooral in de kleurweergave, de witbalans en de helderheid, maar ook de kijkhoek. Het scherm van de iPhone 6 is wat mij betreft op alle fronten gewoon net eventjes iets beter dan dat van de HTC One M9. Schermresolutie zegt daarin gewoon niet zo heel veel. Dus iPhone heeft dat gewoon beter voor elkaar dan de One M9. Als we gaan kijken naar de hardware van de twee telefoons, valt op dat behoorlijk van elkaar verschilt. Bijvoorbeeld, iPhone heeft 1 gigram, de HTC heeft 3 gigram. Nou, grote verschil zie je nog bij de processoren. In de HTC zit de Snapdragon 810 processor, in de Apple zit de A8 processor. Ik verklap het al eventjes. Die verschillen behoorlijk van elkaar. De A8 heeft 2 kernen, de Snapdragon die heeft 8 kernen. De Snapdragon is geklokt op 2 gigahertz, maximaal met 4 kernen. En de Apple A8 processor is geklokt op maximaal 1,4 gigahertz. Nou, dat verschilt natuurlijk nogal van elkaar op papier, maar het feit is wel dat iOS en de iPhone qua software en hardware heel goed op elkaar zijn afgestemd en dat verschil eigenlijk niet merkt. Je ziet dat bij de telefoons apps behoorlijk snel opstarten. En dat het browsen ook op telefoons, allebei de telefoons, goed verloopt. Qua snelheid wat dat betreft ontlopen de twee elkaar niet veel. Maar het valt wel op dat de iPhone op de langere termijn gewoon stabieler presteert dan de HTC One M9. Die is toch wat wispelturiger, lijkt het wel in gebruik. Wij denken dat het door de Snapdragon 810 processor komt. Is een beetje een geplaagde chipset. Kan met oververhittingsproblemen, is al veel over gezegd en geschreven. Die chipset heeft gewoon problemen. En HTC had misschien voor een iets andere chipset moeten kiezen. Bijvoorbeeld Snapdragon 808, wat LG met de G4 heeft gedaan. Maar dat terzijde. Als we gaan kijken overal naar de prestaties, vinden wij de iPhone beter. Maar de batterijduur van de HTC is wel beter. Die is gewoon, de batterij is gewoon veel groter. Die is ongeveer 2800 mAh. Terwijl de batterij van de iPhone een inhoud heeft van 1800 mAh ongeveer. Dus je merkt wel gewoon dat de HTC gewoon langer meegaat dan de iPhone 6. Verschil daarin is op zich wel te zien, maar het niet gigantisch of zo. Het is gewoon zo dat de iPhone wel over het algemeen dus wel betere van de twee telefoons presteert.
Als je de iPhone 6 en de HTC One M9 elkaar qua software met elkaar vergelijken, dan is het een beetje hetzelfde als appels en peren met elkaar vergelijken. Het verschilt gewoon enorm van elkaar. De iPhone heeft natuurlijk iOS, de HTC One M9 heeft Android 5.0 Lollipop. Ja, het hangt echt van je persoonlijke voorkeuren af wat jij de betere van de twee vindt op dit gebied. Android heeft het voordeel dat je heel veel kunt customizen, kunt personaliseren. En de iPhone heeft gewoon als voordeel dat het ontzettend eenvoudig in gebruik is en heel erg snel in gebruik is, omdat de software en hardware goed met elkaar zijn geoptimaliseerd, zoals ik net al zei. Dus ja, dat is echt lastig om daar een oordeel over te vellen. Ik was altijd Android gast en ik gebruik nu heel veel de iPhone 6 als ik geen telefoon hoef te review, iPhone 6 Plus om eerlijk te zijn. En dat komt omdat ik zwaardere apps graag draai, zoals spelen van zware spellen. Nou, dat gaat een iPhone makkelijker af dan een Android, vind ik, omdat die gewoon alles beter op elkaar is geoptimaliseerd. Dus ja, wat dat betreft vind ik de iPhone dan net iets fijner, maar dat, ik durf er echt geen oordeel over te vertellen, want ik weet ook dat Android gewoon een heel fijn besturingssysteem is. En zeker ook de Sense User Interface die HTC heeft meegeleverd. Dus ja, allebei de interfaces, allebei de besturingssystemen zijn gewoon echt prima. Het hangt gewoon echt van je persoonlijke voorkeur af. Nou, als we gaan kijken naar de twee camera's, valt opnieuw op dat de telefoons elkaar nogal ontlopen. In de iPhone zit een 8 megapixel camera en in de HTC One M9 zit een 20.7 megapixel camera. Nou, over de camera's van de HTC is natuurlijk veel gezegd en geschreven. Die ultrapixel camera die in de One M8 aan de achterkant zat, die zie je nu aan de voorkant. Heeft als voordeel dat hij ontzettend goede selfies maakt onder donkere omstandigheden. Dus vind jij het maken van selfies heel belangrijk? Nou, dan moet je echt voor de HTC One M9 gaan en niet voor de iPhone 6. Want die heeft een 1.2 megapixel camera aan de voorkant. Ja, dat is gewoon niet bijzonder veel. Ga je kijken naar de prestaties van de camera's aan de achterkant, dan lopen die op papier nogal uiteen natuurlijk, 20.7 om 8. Maar de iPhone heeft gewoon echt een hele goede camera die hele detailrijke foto's maakt. Ja, en de sensor die in de HTC One M9 zit, die werkt toch wat minder goed, vinden wij. De foto's zijn net wat minder detailrijk, net wat minder scherp. Het is allemaal wat, net iets minder. Het is gewoon, de iPhone 6 presteert op dit punt gewoon stabieler en beter. En ja, als je echt voor een goede camera gaat, dan moet je de iPhone 6 kopen als je tussen de One M9 en de iPhone 6 twijfelt. Nou, wat ons betreft is de iPhone 6 de betere van deze twee telefoons. Hij is goedkoper dan de One M9, 615 om €675. Daarnaast vinden we ze uiterlijk mooier, zijn scherm mooier, zijn prestaties ook beter. Die zijn gewoon stabieler dan die van de HTC One M9. One M9 heeft gewoon zo zijn probleempjes met die Snapdragon 810 processor die nog wel eens zich een beetje te heet maakt. Nou, qua camera is de iPhone 6, vinden wij ook gewoon net iets beter dan de One M9. Qua interface ontloopt het allemaal elkaar niet zoveel, want dat hangt dus gewoon van je persoonlijke voorkeur af. En scoren allebei de telefoons gewoon echt prima. De iPhone 6 is dus gewoon de betere van de twee telefoons. Hij is goedkoper. Het instapmodel heeft als nadeel dat de batterij niet zo groot is en dat het geheugen niet uitbreidbaar is. Nou, dat is bij de HTC One M9 wel het geval. Daar kun je het geheugen gewoon uitbreiden. Dat is natuurlijk heel relaxed. Dat is een voordeeltje. De batterij is beter. Maar de iPhone 6, die scoort gewoon overal gewoon eigenlijk bijna op elk punt wel beter dan de HTC One M9.